De Antoniusschool in Heusden had op vrijdag 14 januari een Dode Hoek project op het programma staan. Sirius TV ging er een kijkje nemen. Peer Vermiddelaar van Legro op Potgrond. Ja. Ja? Ik sta vandaag op de Antoniusschool in Heusden te praten over Dode Hoek. Hè? Ja. Want het is wel belangrijk dat die kinderen dat weten. Ja, dat is voor de kinderen heel belangrijk dat ze weten. Ja, was er wel en niet moeten gaan staan bij een vrachtwagen. Er komt ooit rare dingen tegen als je moet rijden? Ja, je maakt onderweg wel wat mee. Dat mensen helemaal niet weten wat ze moeten gaan staan bij een vrachtwagen. Kinderen die snappen dat meteen, denk je? Die ene wat beter als een andere. Die thuis waar meer machines hebben, die hebben het eerder door als een andere. Dat is wel belangrijk, dat mensen weten wat het is. Ja, dat is wel belangrijk, want er is toch veel onbegrip onder de mensen, veel vrachtwagenchauffeurs. Die denken dat ze maar alles zien, hè? Wat zien die dan bijvoorbeeld niet? Ja, als ze voor de vrachtwagen staan en aan de rechtse kant een heel stuk, dat je ze gewoon echt niet ziet, hè? Ook niet in de spiegel. En meerdere spiegels bij je, lukt dat wel? Ja, maar aan de rechtskant zitten drie spiegels, dan zie je het meeste zie je wel voort. Ja, wel belangrijk. Ja. En de kinderen moeten zich van bewust zijn, hè? Dat is belangrijk. Ja, ze moeten zijn eigen van bewust zijn, waar ze wel en niet maar gaan staan. Lucas, je was net in de vrachtauto. Wat heb je daar gedaan? Gekeken. Wat gekeken? Naar buiten, naar de mooie, mooie gebouwen? Naar bed, naar de stoelen, knopjes en wat je ziet. Jullie hebben het over Dode Hoek gehad, hè? Kan jij mijn eigen bewoordingen zeggen wat dat is? Wat heb je geleerd vandaag? Als je te dicht bij de vrachtauto staat, dan kun je aangereden worden. Dus je moet er een stuk achter, heel verder langs staan of heel verder achter. Dat wist je nog niet? Jawel. Ja. Wist je al? Ja. Hoe dan? Heb je dat ooit verteld? Nee, dat wist ik eigenlijk. Je speelt natuurlijk niet rondom vrachtauto's, dat is altijd gevaarlijk. Annie van der Hurk, jullie hebben vandaag het Dode Hoek project. Waarom is het zo belangrijk? Dat klopt. Dat doen wij één keer in de drie jaar, het Dode Hoek project. Om de kinderen bewust te maken dat ze de gevaren leren zien van een groot voertuig. We hebben nu een vrachtwagen kunnen regelen, waarvoor een grote dank. En drie jaar geleden ook van Menne een maismachine, een grote, om een indruk te geven dat de wat dat doet als je erin zit, als je ermee rijdt en wat de chauffeur dan wel en niet ziet, waar de kinderen zich bevinden. Zitten we in Heusden? Ik denk dat er heel veel kinderen al een beetje mee, al iets van weten, want die rijden toch regelmatig in het buitengebied met een tractor rond of zo? Ja, dat klopt. Hier hebben de kinderen wel al goed een inzicht waar de gevaren zijn en waar de gevaarlijke plekken zijn bij een voertuig. Dus dat is wel een heel groot voordeel. Hij zwaait nooit terug. Hij werd de volgende.